Brussel. Hier in de Wetstraat staat intussen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reinders naast mij. Minister Reinders is net terug van een bezoek aan het Griekse eiland Kos, waar nog steeds elke dag vluchtelingen aankomen. Meneer Reinders, zou u ons even uit eerste hand kunnen vertellen hoe erg de situatie momenteel is op Kos? De situatie op Kos was positief. Wij hebben gezien als alles verloopt volgens ideale omstandigheden en dat was het geval. Wij hebben gehoord dat er nogal wat problemen zijn met de registratie van nieuwkomers. Probleem, ik zou niet spreken van probleem. De check-in was positief. U geeft de fouché. U krijgt een kleine fluo-armband, zoals deze. Een fluo-armband kan u alles bestellen, helemaal gratis. Is normaal, is all in. Ja, wij hebben gehoord dat er nog steeds elke dag mensen aankomen in gammele bootjes. Ja, ik kon dat zien van het terras. De mensen in de boot, met kinderen dikwijls, kinderen daarbij. Een bootje gaat heel grap. Als mensen dan vallen af de bananaboot, is het totaal ambiance. Het is normaal, is heel lachen. Minister Reinders, heeft u buiten u nogal toeristisch klinkende klachten ook het gevoel dat u met dit bezoek aan Kos een stap vooruit heeft kunnen zetten? Wij kunnen zetten stap vooruit, wij hebben ook kunnen zetten stap naar links, stap naar